je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. That's life. Een hele mooie zaterdagavond toegewenst hier vanuit Boys Bar in het B&N-gebouw in Hilversum. Gewoon onze eigen vertrouwde plek met vanavond een mooie band hier op het podium. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Ik geef ook nog kaarten weg voor Mook. Je krijgt natuurlijk een concertupdate, wat staat er zoal op de podia de komende weken. Ik draai een live request. Mijn eigen Schop Jezelf lensplaat is de nieuwe van De Staat. En dat op aanraden van twee dames hier recht voor mijn neus. Live request van iemand uit het publiek, maar nu eerst op het podium. Voor het eerst op het podium van That's Life. Maar ik zweer ook bij deze band, zeker niet voor het laatst. Geef ze een applaus, want daar ben je voor gekomen. Destin! Een serious talent band, maar volgens mij zijn ze dat niveau nou toch onderhand wel een beetje overstegen, om het maar even zo te zeggen. Het Nederlandse antwoord op allerlei bandjes uit Amerika, maar misschien is het niet eens het antwoord. Misschien spelen ze gewoon wel een heel mooi rolletje mee. Zou mij niks verbazen. De afgelopen zomer stonden ze al op Lowlands. Stars hoor je. Gelukkig veel voorbij komen op 3FM. Net terug uit de States voor het maken van het debuutalbum Destin hebben we het over. Geef ze maar alvast een applaus. Hebben we dat alvast gedaan? Robert de Laurens, jongens, welkom. Goedenavond. Ja. Hey, ik zei het, vaak worden die dan genoemd, misschien het antwoord op die Fallout Boy-achtige beentjes en weet ik veel. Maar heb je het idee dat, ik had het net met jou erover, ik ben naar Amerika gegaan en daar een plaat gemaakt en ja. Zo. En ik vind die plaat, of dat, wat ik er nu, tot nu toe van hoor, zo'n Stars bijvoorbeeld, komt die wel op de plaat? Ja, zeker. Ga je dat ook opnieuw produceren of gewoon in deze versie? Nee, dat komt gewoon in deze versie. Nou ja, gelukkig maar, want ik vind die versie zo ontzettend goed klinken. Jullie durven je platen te produceren. Dat is vaak wat ik bij Nederlandse bandjes mis, zou ik maar zeggen. Die doen dan ergens houden het op en jullie gaan daar een stap verder. Ja, ik denk dat een beetje het verschil tussen de Amerikaanse en de Engelse manier is. En wij luisteren alleen maar Amerikaanse muziek, dus dat is eigenlijk de enige manier hoe wij een plaat kunnen maken, denk ik. Ja? Wat zijn de bands waar jullie groot mee geworden zijn? Laat me zeggen, waar komt dat vandaan? Ja, wij zelf zijn opgegroeid met echt die NoFX en Blink-182. Die dingen, zeg maar. Maar tegenwoordig luisteren hele andere dingen. Een nieuwe band, zoals Paramore en zo. Ja. En dat is toch een beetje waar we, de stijl waar wij in zitten, denk ik. Nou, even helemaal teruggaan naar het begin, want ik weet dat niet. Misschien, ja, hier de fans die hier staan ongetwijfeld wel. Waar komen jullie eigenlijk vandaan? Bestaan jullie al lang, kennen jullie elkaar al heel lang? Zijn jullie samengesteld uit 400 verschillende bandjes? Nou, we komen zeg maar allemaal uit verschillende eigenlijk punkrock bandjes. Uit het punkrock circuit. Ja. En dan heb je altijd eigenlijk wel één soort voortrekker die de kar trekt uit elk bandje. En we hadden op een gegeven moment zoiets van, hadden we contact met elkaar en hadden we zoiets van, ja, als we nou allemaal die voortrekkers zeg maar in één band stoppen. Dan hebben we de juiste samenstelling. Dan heb je in ieder geval genoeg motivatie om, dan ligt het niet aan de motivatie. Nee, maar misschien wel, Laurens, aan de ego's, want de voortrekkers zijn ook misschien vaak de ego's, neem ik aan, of niet? Nee, valt mee. Ja? Valt mee. Nee, ja, misschien wel, maar bij ons valt eigenlijk wel mee. Maar hoe zit dat bij jullie verdeeld? Schrijven jullie met z'n allen of schrijft er één het en schiet de rest dat af? Of hoe gaat dat? Nou, Robin die schrijft het leeuwendeel van de liedjes. Komt meestal met ideeën, neemt hij zelf een kop. We hebben allemaal een home studio thuis. En, lekker is dat, hè? Dat is allemaal oude lullig, maar tegenwoordig, dat scheelt wel een hoop. Ja, ja. Het scheelt veel tijd en het is heel goedkoop geworden om demo's te maken. Dus dat is heel fijn. Precies. Maar jij schrijft dat dan en dan kom je in een oefenruimte en dan laat je dat horen en dan zeggen ze, mol. Dan zeggen ze, ik vind er geen hol aan. Het is echt heel slecht. En dan ga ik weer terug naar de studio. Dan probeer ik ze net zo lang te overtuigen totdat ik die nummers er doorheen krijg. Nee, maar... En dan heb je de plaat. Ja, precies. Dat is het. Klaar. Ja. Het is net als met voetbal, dus zorg dat je voorkomt en uiteindelijk wint Duitsland. Dat is het een beetje, ja. Inderdaad. Je vergelijkt mij met Duitsland. Dat is leuk, want jullie maken dan in Amerika een plaat. Dat is, dat doen wel meer beentjes, maar ik heb het gevoel dat jullie daar heel duidelijk in gekozen hebben met wie en waar. En hoe is dat gegaan? Ja, dat is eigenlijk een verhaal dat hebben we echt al heel vaak verteld. Ja. En, maar dat zijn slechte vragen, Erik. Ja, goed, hè? Dan wil ik even weten of je echt gekozen hebt of dat je dacht voor ons was het heel duidelijk dat we de droom hadden om met bepaalde producers op te nemen. Mm-hmm. En die hebben we benaderd. En
ja, het rare gebeurde. Ze hebben gewoon gereageerd en het bleek dus dat ze daadwerkelijk interesse hadden. Normaal denk je dan van ja, hoe ga ik die duizenden euro's in hemelsnaam betalen? Ja. Maar ja, toen, net op dat moment hebben we getekend bij het label en uiteindelijk is het goed gekomen. Die hebben daar een beetje aan meebetaald. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, ik kan me ook voorstellen dat het zo is dat je graag met zo'n gast wil werken. Hè, en denk van nou ja, met James Paul Wisner in dit geval, die Paramore ook heeft gedaan. Dus dat is best een grote gast. Maar dan kom je in de studio terecht. Voor hetzelfde geld is dat een soort griebessooi of ik denk, ja, moet ik nou hier een plaat op gaan nemen? Maar dat bleek dus ook allemaal nog, dat bleek allemaal in elkaar te vallen. Nou, dat was eigenlijk exact wat je zegt. Hij neemt gewoon thuis op. Ja. En eigenlijk een gast die gewoon ook gewoon vanaf nul is begonnen en steeds beter is geworden en steeds betere spullen heeft gekocht, zeg maar. En uiteindelijk gewoon op het hoogste niveau gewoon platen produceert. En we hebben gewoon een lijst gemaakt van onze favoriete albums, gekeken wie die heeft gedaan. En zeg maar bij 5 van de 10 kwam zijn naam erover. Maar hij wilde weer erover, ja. Ja, en hij wilde met ons werken, dus dus eigenlijk... Uiteindelijk, het resultaat komt straks in januari. Zijn je ook met terugwerkende kracht blij met de samenwerking en hoe het geworden is? Blij. Ja, het is ook echt bizar om elke dag met hem samen te werken. Dus je eigenlijk een soort van vrienden wordt. En hij heeft ons mee uitgenomen in Orlando en voorgesteld aan zijn vrienden. En het was echt een supercoole tijd. Leuk, dus dat wil zeggen, misschien dat je, die plaat moet eerst hier in Nederland uit en zo. En dat misschien over de plas nog wel ergens een ingang is om die plaat ook nog wel een beetje in te dalen, of niet? Wie weet. Nou ja, daar zou ik geen nee tegen zeggen. Nee, maar is dat iets waar je nu al, laat maar zeggen, mee bezig bent? Of heb je het gevoel, je hebt daar een tijdje gezeten. Je bent ook ongetwijfeld wel eens een keer s'avonds de stad ingegaan. En je hebt ongetwijfeld ook nog wel eens een bandje gezien. Waren er meerdere bandjes waarvan je dacht, oh god, we hebben nog een hoop te leren? Of heb je het gevoel dat je het daar wel zou kunnen maken? Nou, we zijn hier nog lang niet klaar. Nee. Maar sterk, je bent daar begonnen, ja. Ja, precies. Ja. Dus we zijn nog lang niet klaar hier. En we houden onze ogen open en we gebruiken onze contacten en we zien wel waar het schiet. Het gaat er gebeuren vanaf januari, het plaat komt uit en dan is het dan tour, is het, de CD-release 26 januari in Paradiso. Die is nu al uitverkocht, hadden we zelf ook niet verwacht, maar dat is dus gebeurd. Bizar, dat zijn wel bizarre dingen hoor. Ja. Komt allemaal door deze mensen hier trouwens. Hoor. Kijk, applaus voor jezelf. Ja. Ja, nee, dat is echt super. Dat hadden we niet helemaal verwacht, maar daar zijn we ook wel heel dankbaar voor natuurlijk. Ja. We hebben nog 15 andere shows staan, samen met Only 7 Left en met Make Believe. En dat wordt een hele coole tour en ik hoop dat er heel veel mensen komen. Dus. Ik ga daarvan uit. Als je Paradiso voor je albumpresentatie zo vol krijgt, dan moet de rest ook lukken, lijkt mij. Mag je alvast daar heel veel succes mee wensen, maar we zien elkaar nog veel de komende anderhalf uur. Mag ik jullie in ieder geval nu vragen om door de enorme menigte daarheen jezelf een plek te bevechten op ons kleine maar gezellige podium. Het kleine maar gezellige That's Life podium dat vandaag dus bevolkt wordt door jongens uit Tilburg die in Amerika een plaat opnemen en die pas in januari uitkomt. Maar we hebben ze hier vandaag. Lieve mensen, hier in Boyd's Bar in het BNN-gebouw, doe waarvoor je gekomen bent. Een groot applaus voor Destin!